Ik ben fysiek redelijk zwaar werk aan het doen, fiets veel. Met het hockey ben ik vrij actief. Dat was voor mij gewoon een reden om te zeggen, operatie liever niet. Ik ontdekte in mijn linkerlies een verdikking op een gegeven moment, een bultje. De huisarts heeft mij doorverwezen naar het ziekenhuis Bernhoven, naar de chirurg. En die constateerde dat het een liesbreuk was. Ik had eigenlijk in mijn hoofd zitten, zoals het vroeger ook was, van nou ja, die gaat een afspraak maken om te opereren. En tot mijn verbazing gebeurde dat niet. Want de chirurg die zei met de huidige kennis van zaak er niet noodzakelijkerwijs geopereerd moet worden. En hij heeft toen eigenlijk meteen al aangegeven, nou, wij hebben hier in het ziekenhuis Bernhoven ook een keuzehulp liesbreuk. En aan de hand daarvan kun je dan gaan kijken of jij wel of niet die operatie wilt doen. Met een keuzehulp kun je de patiënt een cursus aanbieden over zijn aandoening. Hij krijgt informatie over de achtergrond. Wat is er nou precies mis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de risico's van een ingreep? Wat zijn de risico's van afwachten? En omdat hij dat rustig thuis zelf kan doen, kan hij het in zijn eigen tempo bekijken. En zien we de patiënt daarna nog een keer terug om tot een besluit te komen, waarbij vooral die patiënt zelf een besluit neemt. En niet meer zoals voorheen zegt van, dokter, zegt u het maar. Ik vond het zelf heel prettig om op die manier ook mede te kunnen gaan bepalen van wel of geen operatie. Want het is uiteindelijk wel je eigen lichaam waar je het over hebt. In mijn situatie heeft het ertoe geleid dat ik besloten heb om niet te opereren. Omdat er ook een kans is dat je met chronische pijnklachten blijft zitten op het moment dat je geopereerd bent. Omdat ik die pijn niet heb en ik dus alles kan doen en laten wat ik wil. Dat is wel een belangrijk argument om te zeggen van, ik laat me niet opereren nu.